Oké, voilà. Future fit. We gaan met de preek van vandaag gaan we een stapje in de toekomst zetten. En het filmpje dat je juist gezien hebt, dat is een filmpje van Optimus 2. Optimus 2, dat is een robot. En dat is de allereerste, volledig door artificiële intelligentie. De eerste volledig door artificiële intelligentie gestuurde en getrainde menselijke robot ter wereld. En dat is een van de creaties van de meest invloedrijke ondernemer van dit moment. En dat is Elon Musk. Elon Musk, die naam heb je zeker al eens een keer gehoord. En wat dat Elon Musk en die robot Optimus, wat dat die te maken heeft met de preek van vandaag, dat is voor straks. Maar we gaan een stapje zetten in de toekomst. Future fit. Ik heb die titel of die slogan heb ik geleend van onze pastor. Want hij heeft die gebruikt bij de eerste training en coaching die we 2 weken geleden gehad hebben met Mindswitch Media. Was de allereerste training en coaching. En daar heeft hij die titel gelanceerd. En die titel die is afkomstig, of die slogan, die term Future Fit, is afkomstig uit de bedrijfswereld. Want daar heeft men ontdekt dat een van de sleutels tot succes, een van de sleutels om te overleven op lange termijn, dat is dat je uw innovatie, uw ontwikkeling, uw veranderingsprocessen, dat je die instelt, dat je die inzet, niet in functie van de problemen van vandaag, maar van die van morgen. Dat is future fit. Zo maak je een bedrijf future fit. Door vandaag oplossingen te formuleren, te bedenken, te maken voor de problemen. Niet van vandaag, maar die van morgen. En God wil ook ons future fit. God wil ook ons future fit. En wij zitten in, Eddie heeft het daarnet al gezegd, in een hele uitdagende tijd. Een tijd waar heel veel verandert, waar al veel veranderd is. Als je denkt dat de komst van sociale media of de smartphone met de continue connectiviteit met het internet, als je denkt van oké, daar heeft de wereld veranderd, wel, wacht dan tot al die nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, zoals die robotten, tot die deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Want dat is niet ver weg. Dat is voor de komende jaren en dat is zelfs een stuk nu al bezig. Ik weet niet of dat je het nieuws gevolgd hebt deze week. Daar is dus bezorgdheid rondom de verkiezingen die eraan komen. Er is bezorgdheid omdat men vermoedt dat vanuit Moskou onze social media en China, onze social media beïnvloed worden door gebruik te maken van wat men noemt deep fakes. Wat is de uitdaging van de toekomst en de chaos die zich nog gaat vermeerderen in die toekomst? Dat is het onderscheid. Het is zo dat die nieuwe technologieën, die zijn zo krachtig in het kopiëren van de werkelijkheid, dat het vrijwel onmogelijk gaat worden om het onderscheid nog te maken tussen wat is nu werkelijkheid, wat is nu echt en wat is nu fake. Dat zit in die artificial intelligence, dat zit ook in die robotten, wat die gaan doen emotioneel met mensen. Dat is, ik heb daar dingen van gezien, dat is niet te schatten wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt de komende jaren. En dat gaat tamelijk snel gaan, dat gaan we zometeen wel zien. Maar we leven in een zeer uitdagende tijd. Een tijd waarin we in een complete waanzin gaan terechtkomen. Maar ook een tijd met God waar buitengewone uitdagingen liggen. En God wil ons daarom future fit. Future fit. En wat dat concreet inhoudt, ik moet misschien nog even zeggen, we zijn gestart, hè, en dat is daar al een deel van, we zijn gestart dus 2 weken geleden met Mindswitch Media, met die training en coaching. En een van de dingen die daar centraal staat, dat is het opdoen, het verwerven van nieuwe kennis, nieuwe inzichten, nieuwe dingen die we gaan leren. Wel, daarin zal het cruciaal zijn dat wanneer wij die dingen binnenkrijgen, dat we die gaan vertalen in ons eigen leven.
Niet in functie van onze toestand zoals die vandaag is. Onze zorgen van vandaag. Onze toestand van vandaag. Onze vragen en dingen waar we vastzitten vandaag. Maar in functie van de toekomst die God voor ons heeft. Hoe dat we dat in praktijk gaan doen, daarvoor wil ik gaan naar het evangelie van Matteüs. En ik moet zeggen, dat Matteüs-evangelie, dat begint mij meer en meer te fascineren en te intrigeren. Het Matteüs-evangelie is echt heel speciaal. En het is zo, zelfs vanuit mensen die niet godsdienstig zijn, het evangelie van Matteüs, dat wordt beschouwd als een literair meesterwerk. Zelfs door mensen die niet geloven. En dat heeft alles te maken met de structuur, de manier hoe dat evangelie is opgebouwd. Dat zit enorm knap in elkaar. En ik ben iemand, ik hou van structuur. Ik hou van dingen die goed in elkaar zitten. En het evangelie van Matteüs, dat zit goed in elkaar. En Matteüs, dat was een boekhouder eigenlijk als beauty. Een boekhouder, ene met een beetje dubieuze praktijken, want het was een tollenaar. Maar in elk geval, boekhouders die houden van Excel-sheets en goede structuren. En dus ook Matteüs. En het evangelie van Matteüs zit dus structureel heel bijzonder mekaar. En dat zit eigenlijk als volgt. Dit is een schematische voorstelling van dat evangelie van Matteüs. En dat begint links met een proloog. Dat is eigenlijk een intro. En daar zit, wordt beschreven de geboorte van Jezus, de stamboom, zijn afkomst, Johannes de Doper en zo. Dat zit allemaal in de proloog. Dat is de intro van dat evangelie. Helemaal rechts, daar zit de climax, de passion. Daar zitten we nu in met Pasen. Daar zit de kruisdood en de opstanding van Jezus. Dat wordt beschreven in die climax. Maar daartussenin, daar zitten 5 blokken. 5 blokken die op een identieke manier zijn opgebouwd. Die 5 blokken hebben structureel dezelfde vorm. En die beginnen allemaal met een verhalend gedeelte. En dus daar lezen dan de wonderen die Jezus deed, zijn interacties met de mensen, de dingen die hij onderweg tegenkwam en zo. Dat zit allemaal in dat verhalend gedeelte. En in elk blok, elk van die verhalende gedeeltes, wordt afgewisseld met een stuk onderricht. Lering die Jezus geeft aan zijn volgelingen en zijn discipelen. En elk van die blokken, die worden afgesloten met dezelfde zin. En zo kun je ze herkennen als je het Matteüs-evangelie leest. Elk van die blokken, die eindigt met de zin. En toen Jezus geëindigd had deze dingen te spreken, en dan gaat dat maakt eigenlijk de overgang naar de volgende blok. Maar wat is daar nu zo bijzonder aan? Doorheen die blokken zijn er 2 dingen die opvallen. En dat is, naarmate dat je door die blokken doorgaat en naarmate dat je dus vordert in dat evangelie, zie je dat de weerstand ten aanzien van Jezus, dat die toeneemt. De weerstand vanuit het volk ten aanzien van Jezus, die neemt toe doorheen die blokken en die bereikt een climax, ja, in die climax met de kruisdood van Jezus. Maar parallel daarmee, naarmate dat die weerstand toeneemt, zie je dat ook Jezus zijn onderricht van vorm verandert. Doorheen die blokken verandert Jezus zijn onderricht van vorm. In die eerste blokken is zijn onderricht heel concreet, heel to the point, heel praktisch toepasbaar. Daar zitten de dingen waar dat Jezus zegt van, als jij bidt, bid dan alzo. Of als je vast, doe dat niet gelijk de fariseeën, maar doe dat zo en zo en zo. Of als je uw aalmoezen geeft, uw giften voor de armen, doe dat zo. Dus Jezus geeft daar heel concreet en praktisch onderricht. Daar zit ook, maak u niet bezorgd over wat je gaat aandoen en zo. Dat zijn heel praktische, heel concreet, to the point, praktisch onderricht. Maar naarmate dat dus die weerstand toeneemt, ziet je dat Jezus zijn onderricht verandert en de vorm begint aan te nemen van gelijkenissen. Die fameuze gelijkenissen en parabels. En Jezus heeft daar een reden voor.
Hij geeft die reden zelf waarom hij dat doet. De reden dat hij dat doet, is omdat hij een selectie wil doorvoeren. Als de discipelen naar hem komen en vragen van, ja maar heer, waarom spreekt jij toch altijd in gelijkenissen? Dan zegt Jezus, opdat zij met hun oren zouden horen, maar niet verstaan. Of met hun ogen zouden zien, maar niet zouden opmerken. Zodanig dat zij met hun hart niet zouden verstaan, zich niet zouden bekeren en ik hen zou genezen. Daar gebeurt een selectie plaats op basis van de confrontatie van dat woord van Jezus. En die selectie die vindt plaats in ons hart. Daar gebeurt iets op basis van het woord dat Jezus spreekt. En dat wordt sterker naarmate dat we in die gelijkenissen terechtkomen. Want als Jezus tegen u zegt, als Jezus naar u komt en tegen u zegt, doe dat en dat en dat, doe dat zo en zo en zo, doe dat niet. Wel, zelfs als je dat dan doet, stel dat je dat dan doet helemaal zoals Jezus dat zegt, wat is dat waard? Dat is old school. Dat is het oude systeem. Het systeem van moeten en mogen. Het systeem van de wet. Maar als Jezus naar u komt en u een verhaal vertelt waar dat jij zelf de conclusies moet uithalen, waar dat jij zelf moet gaan formuleren, oké, wat is nu in die situatie het beste wat ik kan doen? Wel, dan neem je een beslissing vanuit uw hart. En die beslissing zal u of op God zijn weg zetten, of de weg naar de chaos en de ondergang. Dat is wat er gebeurt met die gelijkenissen. En ik wil voor deze preek, Future Fit, wil ik twee gelijkenissen uit het Matteüs-evangelie er even uitlichten. Twee gelijkenissen. En als ik daarmee bezig was, met die preek voor te bereiden, en ik zat in dat Matteüs-evangelie, en ik was die gelijkenissen aan het bekijken, en plotseling viel mij iets op dat ik eigenlijk nooit eerder had opgemerkt. En dat is, die gelijkenissen, die hebben een volgorde. Ik had daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Die gelijkenissen, die hebben een volgorde. Heeft iemand een idee welke de eerste gelijkenis is in het Matteüs-evangelie? De allereerste gelijkenis die je tegenkomt eigenlijk in de Bijbel, hè, want Matteüs is het eerste evangelie. Dus de allereerste gelijkenis, iemand een idee welke dat is? De pastor mag niet meedoen. Hè. Allee, gokken dan. Wie heeft een idee? De zaaier, ja, direct erop. De zaaier, waarover gaat die gelijkenis? Wel, die gelijkenis beschrijft hoe het koninkrijk van God tot stand komt. Dat wordt gezaaid in ons hart. En afhankelijk van een aantal factoren zal dat uiteindelijk tot vrucht komen, ja of nee. Maar dan de gelijkenissen die daarop volgen. Weten waar dat die over gaan? Daar zit de gelijkenis van het mosterdzaadje. De gelijkenis van het zuurdeesem in het brood. Het mosterdzaadje, het kleine zaadje waar een grote boom uitkomt. Het zuurdeesem dat uiteindelijk een volledig deeg impacteert. Daar zitten gelijkenissen. Die gaan allemaal over hoe het koninkrijk van God groeit. Daar zit ook de gelijkenis bijvoorbeeld van de vijand die dan tussen het goede zaad, het slechte zaad zaait. En dan zeggen de dienstknechten die zeggen, ja maar, moeten we dat daar niet tussenuit halen, dat slecht zaad? En die landman die zegt, nee, laat dat maar mee opgroeien. Laat dat maar mee opgroeien, want je zou het goede met het slechte kunnen mee uittrekken. Dus laat dat maar opgroeien, ik zal dat wel regelen achteraf. Als we dan de sprong maken naar die latere blokken, die gelijkenissen, ja, daar zitten de gelijkenissen die gaan over de uiteindelijke opbrengst. Wat heeft het evangelie uiteindelijk in ons opgebracht? En daar zitten de gelijkenissen van de talenten. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Die zitten daar, die gaan over de uiteindelijke output en wat er nu uiteindelijk van ons christenleven geworden is en welk loon wij daarvoor zullen ontvangen. En daartussen, tussen die twee, zitten mijn twee gelijkenissen voor vandaag. Want we zitten op zo'n kruispunt, op zo'n scharniermoment. Het evangelie heeft in de meeste van onze harten
is gezaaid. Heeft daar al een stukje wortel kunnen schieten. Heeft daar al een stukje kunnen groeien. Maar die echte output, die echte volle opbrengst, die hebben we nog niet gehad. Dat is de toekomst. Dat is future. Maar daartussenin zitten twee gelijkenissen die de brug maken. Future fit. En die wil ik samen met jullie lezen. Dat zijn deze. Matteüs 13, vers 44 tot 46. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Dit zijn twee gelijkenissen die op dat scharniermoment zitten. Die de bedoeling hebben in ons hart iets te triggeren, iets in beweging te zetten. En ik wil die er even uitpakken en daar een keer samen met jullie naar gaan kijken. Daar zitten een aantal, eigenlijk twee grote elementen in die beide gelijkenissen die een gelijkaardige betekenis hebben. Wat is het eerste dat je daar zou kunnen uithalen? Wie roept iets? Wat is het eerste dat je daar zou uithalen? Ola, ik zijn... Wacht. We hebben een nieuw bakje. En het is wat gevoelig. Ja. Wat is het eerste dat je eruit haalt? Het is iets kostbaar. Het gaat over een schat. Het koninkrijk van God wordt door Jezus vergeleken met een schat. Met die kostbare parel. Met iets buitengewoon waardevols. Iets buitengewoon kostbaar. Iets buitengewoon waardevol. Iets dat met niks anders te vergelijken is. Die koopman met zijn schone parelen, die kende niets van parelen. En die ziet die parel en die zegt, ola, dit is iets buitengewoon, buiten categorie. En hij zegt, die moet ik hebben. Dat is het eerste wat uit die vergelijking naar voren komt. De waarde van die schat. En dat wil ik onmiddellijk al als eerste naar ons werpen. Hoe waarderen wij het koninkrijk van God? Hoe waarderen wij nu, vandaag, het evangelie? Het feit dat we christen zijn, het feit dat we deel uitmaken van een project zoals dit, dat God wil gebruiken om in Vlaanderen het christelijk geloof op een relevante, op een eigentijdse en krachtige manier wil neerzetten. Hoe waarderen wij het feit dat wij deel uitmaken van dit project? Hoe waarderen wij Pasen, dat Jezus voor ons gestorven is? Voor onze zonde, dat wij gered zijn, dat wij eeuwig leven hebben. Hoe waarderen wij het feit dat wij met God kunnen in contact komen, door God gekend zijn? Dat zijn dingen waarvan ik geloof dat we werk aan hebben. Want als dat niet goed ziet, is het vervolg eigenlijk een onmogelijke zaak. Dus het wordt iets waar we ook met training en coaching echt op gaan inzetten. Het is cruciaal dat wij die schat naar volle waarde schatten. Anders kun je eigenlijk niet verder naar het volgende. Want wat is het volgende? Het volgende wat je in beide vergelijkingen terugziet, dat is na het ontdekken van die schat, waren beide bereid alles te verkopen, alles in te zetten om die schat te verwerven. En dat gaf op de training en coaching direct serieus van animo in onze groep. Daar hebben we die tekst ook aangehaald. En dan zei iemand van, ja, maar ja, als je dat doet, ja, dan heb je niks niet meer, hè? Ik zeg, ja, dat is waar. Maar dat is eigenlijk wel niet wat er staat. Maar dat is wel waar en dat zou ook de consequentie kunnen zijn. Er zijn mensen die alles hebben gegeven, alles hebben opgeofferd voor die ene parel, voor die ene schat. Maar dat is eigenlijk niet wat er staat. Dit is een vergelijking. Dit is een vergelijking. Je kunt het koninkrijk van God niet kopen. Het is een vergelijking die een bepaalde mindset
naar voren brengt. Een bepaalde mindset. En die is cruciaal in deze tijd. En die mindset, ik heb hem voor mezelf omschreven als de aard, de breedte, de diepte van ons commitment, ons engagement ten aanzien van het evangelie. Klaas van Denderen heeft bij zijn bezoek gezegd, het is totale overgave. En dat is waar. En dat is waar. Maar het probleem met overgave, vind ik, dat is een afgesleten woord. En het is iets dat direct emotioneel geconnecteerd wordt. Je kunt u vandaag overgeven en morgen nul commitment hebben. Dus ik wil het vandaag noemen commitment. De aard, de diepte, de breedte van ons engagement ten aanzien van het evangelie. Daar wil Jezus met deze twee gelijkenissen op inpikken. Hoe diep gaat uw engagement ten aanzien van wat hier gebeurt? We hebben verleden week ook een heel bijzondere dienst gehad ten aanzien van wat hier gebeurt en de toekomst die daar aan vast ligt. En om dat echt concreet te maken, wil ik nu eindelijk naar onze vriend Elon Musk, onze robotten en zo. Dus dit is Elon Musk. Dus dat is een van de meest invloedrijke ondernemers van dit moment. Hij is eigenaar van een aantal van de grootste technologiebedrijven. Het is de eigenaar van PayPal, het betaalsysteem. Eigenaar van Tesla, dus de elektrische voertuigen. Hij heeft onlangs Twitter overgekocht. Nu is dat X geworden onder zijn leiderschap. En het is ook de eigenaar van SpaceX, een ruimtevaartbedrijf. En waarom haal ik Elon Musk erbij? Omdat Elon Musk eigenlijk een beetje de pionier is van heel dat future fit denken. Hij is daar een beetje het symbool van. En we kunnen dus van hem echt wel iets leren voor ons vandaag in deze fase waar we staan als kerk en als gelovigen. Dus hij is eigenlijk degene die de overgang gemaakt heeft van hoe er vroeger gedacht werd. En dat is future-proof. Vroeger werd er geïnnoveerd met een mindset future-proof. Hij heeft daarvan future-fit gemaakt. Future-proof, waar zit het verschil? Waar zit het verschil tussen de twee? Het verschil zit in het vertrekpunt. Het verschil tussen de twee zit in het vertrekpunt. Waar vertrekt je? Bij future-proof vertrekt je in het heden. Je vertrekt van een probleem van vandaag, een situatie die zich vandaag voordoet. Je zoekt daar een oplossing voor en je zorgt dat die oplossing bestand is tegen de uitdagingen van morgen. Dat is future-proof innoveren, future-proof in het leven staan. Future-fit, daar is uw vertrekpunt niet vandaag, maar de toekomst. Het vertrekpunt is, je gaat kijken naar het probleem in de toekomst. Je gaat een oplossing formuleren en bedenken voor dat probleem uit de toekomst. En dan spoelt je terug naar vandaag en je kijkt welke stukken van die oplossing je vandaag al kunt implementeren in je leven of je functioneren. Dat is echt future fit denken. En zo denkt Elon Musk. Elon Musk die heeft een visie. En wat is die? Die zegt, kijk, weet je wat? De aarde is om zeep. De mensheid is om zeep. We zijn bezig onszelf te vernietigen. We hebben de planeet vernietigd. En ik wil, voordat we onszelf ook nog de lucht inblazen, wil ik van de mens een ras maken dat interplanetair kan overleven. Dat wil zeggen, op een andere planeet dan de aarde zichzelf kan verder zetten. En hij heeft daarvoor Mars in gedachten. En Elon Musk die heeft een volledig plan uitgewerkt over hoe de mens Mars kan gaan koloniseren, zo noemt hij dat. En dat ziet er zo uit. Hij heeft dat helemaal uitgedacht. Dat is een stad dat hem daar wil bouwen. Hij weet helemaal hoe dat hem dat wil doen. Wat doet hij nu? Hij zegt, ik wil dat doen. En hij denkt, hoe gaan we dat realiseren? Want als ik moet wachten op de NASA, die tot dan toe de ruimtevaart in handen hadden, ja, tegen dat die in beweging komen, is de mens al lang uitgeroeid.
Dus hij zegt, oké, daar ga ik niet op wachten. Dus ik moet zelf raketten kunnen bouwen. Maar een raket bouwen, ja, dat kost al rap een paar miljarden. Dus dat zet hij zo niet zomaar in elkaar. Zeker niet als je dat wilt doen met als doel 2050. Tegen dat zover is, is uw bedrijf failliet. Dus zegt Elon Musk, ja, maar wacht, we gaan dat anders aanpakken. Ik ga raketten maken, maar ik ga die zelf niet betalen. Ik ga Europa, ik ga Amerika, ik ga de NASA laten betalen voor de raketten die ik ontwikkel. En zo is SpaceX ontstaan, een privébedrijf dat eigenlijk raketten de lucht inschiet. En zij zijn nu verantwoordelijk voor het grootste deel van de satellieten die momenteel in de ruimte worden verzonden. Dat gebeurt via zijn raketten. En dus dat is een heel plan dat hij aan het opzetten is om uiteindelijk die stad daar te bouwen. Maar ja, volgende vraag die zich stelt, wie gaat die stad bouwen? Hij zegt, oké, ja goed, ik moet een paar zotten vinden die een one-way ticket to Mars willen nemen. En hij heeft er zo'n gevonden. Dus mensen die zeggen, oké, ik wil naar Mars gaan, ik wil daar gaan pionieren en ik weet dat ik nooit meer terugkom en dat ik mogelijk daar ga sterven. Dus hij heeft zo'n aantal zotten gevonden, maar ja, dat is niet genoeg om zo'n stad te bouwen. Dus zegt hem, we gaan die stad laten bouwen door onze vriend Optimus. We gaan een aantal miljoen van die robotten maken en die kunnen die stad daar gaan opbouwen. Dat is zijn eigenlijke visie achter die robot dat je daar gezien hebt. En in afwachting daarvan, dat is de future, maar in afwachting daarvan gaat die robot voor u eikens bakken en de afwas doen en komen kuisen. Maar dat is de visie die daarachter zit. Dat is future fit. Je vertrekt van een probleem in de toekomst. Je spoelt terug naar vandaag en je kijkt dan, wat kan ik daarvan nu al implementeren? Wat betekent dat nu voor ons? God wil ons future fit. Wij hebben een buitengewone toekomst die voor ons ligt. En God wil bij ons een mindset die inspeelt op die toekomst. Dat is wat we aan het doen zijn nu al met Mindswitch Media, met hoe we de kerk organiseren. Dat is niet voor de situatie en de toestand van vandaag. Dat is gebouwd op de toekomst die we verwachten. Wel, zo moeten wij ook ons leven gaan inrichten. Heel concreet, heel in de praktijk. En ik wil daarvoor afsluiten, ik ga mooi binnen mijn 30 minuten vallen. Ik wil daarvoor afsluiten met een klein voorbeeld uit het Oude Testament. Een groep mensen die echte future fit mindset hadden. En dat waren de Rekabieten. De Rekabieten. Die hadden een future fit mindset. Wie waren de Rekabieten? Dat was een stam uit Israël die zich onderscheidde van alle andere stammen. En daardoor ook door God opgemerkt werden. De Rekabieten, wat zeiden die? Die dronken geen alcohol. Dat is een ander verhaal. Wij drinken ook geen alcohol. Maar dat is nu niet mijn punt. Niet. Dus wat deden die? Die zeiden, oké, wij gaan voor onszelf geen huizen bouwen. Wij gaan leven in tenten. Wij gaan verblijven in tenten. Waar alle volkeren rondom huizen aan het bouwen waren, zeiden zij, nee. Wij gaan leven in tenten. Want wij willen ten allen tijde, op elk moment, klaar en beschikbaar zijn voor als God in beweging komt. En dat is een echte future fit mentaliteit die de twee aan elkaar koppelt. Dat is een houding, en nu breng ik het naar ons. Dit is hoe wij ons leven gaan moeten inrichten en organiseren in deze tijd. In deze tijd gaan kijken, oké, hoe zit mijn leven nu in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? Hoe is dat georganiseerd? Hoe spendeer ik mijn leven? En dat gaan aanpassen, niet aan de problemen en de noden van vandaag, maar die van morgen. De dingen die we van God verwachten. De belofte die God gegeven heeft. De dingen die we van God gezien hebben, zoals verleden week. De dingen waarvan we weten dat God mee bezig is. Wel, dit
die mindset om te zeggen, oké, dat is mij alles waard. Ik ga daar voluit voor gaan en ik durf nu al stappen zetten in functie van die toekomst van morgen. Dat is de uitdaging waar we voor staan in de komende tijd. En ik denk dat we daar ook in functie van al die initiatieven zoals Mindswitch Media, ziet dat je erbij bent. Ziet dat je mee op de boot springt. Ziet dat je erbij bent, want je maakt nu keuzes die je toekomst gaan bepalen. Ik wens u God zegen.